Er is nog steeds een weg te gaan hoor. Maar als je kijkt hoe ze nu is en een maand geleden, is het eigenlijk wel een spectaculair verschil. Heel mooi. Zeehond 78, Langoustini, in haar badje op de zeehondenopvang in Stellendam. Een wereld van verschil met haar kritieke toestand op 1 juli. Het blijven akelige beelden om te zien als de zeehond verlost wordt van een visnet om haar nek. Dankzij de KNRM van Ter Heide en reddingsteam Zeedieren Nederland komt ze bij E-Siel terecht. Het dier is aan het groeien, maar het net groeit niet mee natuurlijk. Dus op een bepaald moment raakt die nek volledig verstrikt in het net. En er was een wond van een tiental centimeter diep. Dus het was een ontzettend diepe wond. De wond stinkt, er komt pus uit. Langoustini is dan uitgemergeld. Misschien zwom ze wel maanden met het net rond. E-Siel laat haar uitrusten, maakt de wond schoon en dient medicatie toe. Dat helpt enorm. Toch kan ze voorlopig nog niet terug de zee in. Waar we nu vooral op aan het werken zijn, is pijn. Dus dat is een beetje een weg zoeken dat we de medicatie aan het afbouwen, maar dat ze toch nog comfortabel genoeg is, waardoor ze zelf wel blijft eten, actief blijft zwemmen. Dat is echt hetgeen waar we nu op aan het focussen zijn. De zeehond blijkt overigens een oude bekende van E-Siel. 5 jaar geleden wordt ze hier binnengebracht als ze nog maar 25 kilo weegt. Ze heeft dan last van longwormen. Na een maand revalidatie kiest ze het ruime sop. Nu is ze 100 kilo zwaarder weer terug. En ze blijft zeker nog wel een paar weken. Jij kunt haar revalidatieproces ondersteunen. Je bent welkom voor ziekenbezoek. En dan kan je een emmertje vis kopen. En een emmertje vis kost 15 euro. En ze gaat die echt wel graag opeten. En op de Facebookpagina van E-Siel is een inzamelingsactie voor Langoustini gestart. Onze hoop eigenlijk, ons plan, onze focus is dat ze kan vrijgelaten worden eind augustus. Dat is het idee.